deze opdracht aan te pakken op de GP Verken. De 17 ronden, goed aan de kopen, Pieter Verken. De premiejachten, de Giel Bruineel.
Nog een viertal aan het einde van die opdracht. Met Sven Paros erbij onder meer. Met aankomst van Goetje van de Vijveren. Met aankomst ook van Nicolo Weber. Sterke prestatie van een oude man, zo is dat zeggen. En dan de spurt voor de verder plaatsen. Spurt met gemak gewonnen hier. Door Kenzie Boté. Premie gaat erbij uitstaan. Kenzie Boté eraf. Hier Jon Maas. Vooraan die van de peloton. En Steven de Dekker die bij de bal.